We willen jou toch feliciteren met jouw vaderschap. Ja, dat is heel lief, maar ik ga niet weer met jullie bellen, jongens. Oh, ik dacht dat je ondertussen een vriend van de show was. Nee, dat ben ik zeker niet. Oh, maar je neemt wel op. Ik neem wel op, ja, ik moet jouw nummer opslaan, want dan kan ik je tenminste wegdrukken. Het is zo dom dat ik dat nog niet heb gedaan. Oh, maar ik vertelde net, heel trots, vriend van de show, hè, leuk, allemaal leuk. En we gaan hem nu feliciteren. Dus dan probeer ik positief op te bouwen en dan dit. Ja. Nee, dat is heel aardig. Maar ik verwacht even een ander telefoontje, daarom nam ik op. Van, een telefoontje van Welmoed Zijtsma toevallig? Ja. Nee, zeker niet. En, ja, we zijn nu bij de affaire. Kun je daar ook iets over kwijt? Nou ja, jullie doen je best, maar. Ja, normaal zeggen we altijd een hele grote gast in ons midden, maar een hele kleine gast in ons midden. Is het niet enig, is het niet leuk? We hebben een keer een kind in de studio. Werd ons afgeraden, voornamelijk door de kinderbescherming. Ja. Maar goed, met dit jochie maakt het helemaal geen flikker uit. Want die zoekt zelf ook het gevaar op Dennis, of niet? Ja. We hebben allerlei contracten moeten ondertekenen om jou hier... ja, en ook dat gedoe dat kinderen eigenlijk niet mogen werken. Wordt dan gezien als werk, moeilijk. Maar goed, als de bellengaast kunnen wij het ook. We zetten kinderen aan het werk. Wat fijn dat je er bent. Kijk, leuk. Vind jij het ook leuk? Ik ben blij dat ik er zit. Ja? Ja. En voor mensen die hem niet kennen, dit is dus Bender. Bender is de hit op YouTube op dit moment. Want Bender doet eigenlijk wat wij vroeger deden. Dat is namelijk gewoon die politiek correcte huftetjes aanpakken met een microfoontje. Door gewoon eigenlijk hele slimme vragen te stellen. Ja, ik heb daar beelden van. Nee, nu maak je mij belachelijk. Dat vind ik een beetje kinderachtig. Nee, ik stel een kritische vraag. Dat is anders dan belachelijk maken. En wat bent u? Een luis. Een slak. Slak. Wat wil dit land? De spanning lijkt op te lopen. De ME staat klaar om toe te slaan. We zullen zien wat er gaat gebeuren. Jij komt ons iets vragen en wij vragen aan jou, wie ben je? Bender. Waarom maak je dit? Ik zeg al 10 keer, Bender. Ja, waarom eigenlijk dat pruikje? Omdat veel mensen daar gekleurd haar hebben. Ah, zo, ja, precies. Ja. Nee, want Jan zegt hier ons naam, maar wat ik begreep is, jij was altijd erg fan van mij. En toen dacht je, dat ga ik nadoen. Outbound. Ja, precies. Dan heb je het over mij. Ja, precies. Ook. Niet echt over Jan. Nou, ook. Dat is wel voor jouw tijd, hè, met Jan. Flauw. Ja, we kunnen hier lang en breed over hebben, maar ik was gewoon de beste van het Tjoepie. Tot nu. Er is na mij en voor mij wel geen talent geweest bij Pound. Dennis deed zijn best, maar daar hield het wel bij op. Toch? Ja. Ja, mooi zo. Fijn dat je dat ook ziet. Nou, enfin, ja. Wat ik wel grappig vind, ik kijk graag naar je filmpjes, want het is natuurlijk verschrikkelijk confronterend. Er staat dus een volwassen man, loopt in zijn zwembroek in rot weer. En die zegt dan tegen jou, zet me nou niet voor gek. Terwijl die mensen zich structureel zelf altijd voor gek zetten. Dat is toch grappig? Kijk, daar zit nu iemand koffie op de gang. Wel echt goed idee om het hier over te hebben. Ja, nou ja. Nee, maar het is wel altijd structureel. Als jij een idee hebt en ik hem keur hem af, krijg ik altijd binnen een paar minuten bevestiging dat ik gelijk heb. Ja, maar ik had afgesproken met de mensen erachter. Kijk, jouw broer zou mensen weghouden, toch? Hadden we eigenlijk afgesproken. Is dat zo? Ja. Dat is wel afgekraakt tussen jullie. Ja, nee, ja, precies. Dus als er nog mensen op de gang lopen, wil jij ze dan wegsturen? Ja, als je wat hoort. Ja. Nou ja, goed. Maar goed, jij zegt bij Pound is geen talent meer. Maar ze wouden wat aan doen, want wat heb ik gehoord? Jij bent gebeld. Nee, gebericht. Ja, gebericht. Ja, maar goed. Kijk, dat weet ik nog wel van vroeger. Dat ik daar bij Pound werkte. Op het moment dat iemand ook maar een klein beetje ergens naar boven drijft. Dan krijgt hij van mijn wees-e-mail, kom je hier werken? Zo kan ik me nog wel herinneren. Dat was heel lang geleden. Er staat een van de boerenkinkel die stond op een oprijpad. Een vluchtelingjongetje van 3 uit te kafferen. Dat hij die fiets waarschijnlijk gehad heeft. En die werkte er een paar jaar later werkte hij er ook. En zijn naam was Dennis Schouten. Ja, zo is mijn carrière begonnen. Maar jij werd ook bericht. Ja. En toen dacht je kon carrière maken op jouw 14e al bij de publieke omroep. Nee, dan moest ik wachten tot ik ouder was. Hè? Dan pas mocht het. Maar waarom berichten ze je dan? Ja, omdat ze me dan pas... Ik denk dat ze alvast een zekerheid wouden hebben. Ah, en wat heb jij tegen hun gezegd? Dat ik bij mijn eigen ding blijf. Dus je gaat niet naar Pound? Correct. Nou, en dat is heel erg scherp en applaus waard. Want Pound is een enorme kutomroep van die...
Onmogelijke man van Dominic Weesie. Ja, Dominic Weesie, je bent een vies kereltje. Dat je kinderen van de straat probeert te plukken om dat smerige omroepje van je een beetje op te pijpen. Daar houden wij niet van. Want wij zouden nooit misbruik maken van een kind om ons programma een beetje op te pijpen. Wel tegen al die mensen zeggen van jouw kanaal dit te kijken. Dat is goed voor onze kijkcijfertjes. Want jij vindt Weesie ook een klootzak. Een walgelijk man. Kijk, dat is dan nu mooi uitgesloten. Ja. Hebert, en hoe oud ben je, Bender? Dat hou je privé. 14. Maar alles blijft. Ja. Alles, dat was dan een gok. Een gok? Ja. Zat die in de buurt? Misschien. Maar goed, ik kreeg juist berichten dat jij dit weekend op een groot feest was. Daar kreeg ik beelden van te zien. Dat zou kunnen. Ja, hier, kijk. Daar sta je. Ja, dat had ik niet moeten doen. Ja, die lijkt toch sprekend op jou. Ja, tering, jongen. Of was je het? Ah, ja, toch alsjeblieft. Zou je geloven als ik zeg dat hij het was? Het kapsel is dan wel weer accuraat. En het postuur? Ja. Toch? Kijk, voor de uitzending heb ik gezegd, ik wil aardig tegen je, omdat je wel maar 14 bent. Maar als jij dus gaat vetshamen, kun je van mij ook de tyfus genieten. Oké. Ja. Maar dan gaan we naar nieuws waar wel iedereen het over had. En dat zijn natuurlijk Gio en Jade Anna, die wederom uit elkaar zijn. Jij bent fan van ze, want jij zit in de leeftijdsscene van hun. Niet mijn content. Niet jouw content? Nee. Maar ben jij meer Gio of meer Jade? Allebei niet. Niet? Nee. Niet echt mijn video's. Waarom niet? Nou, ik vind die vlogs niet zo heel... Nou, omdat er eigenlijk gewoon geen reet in gebeurt. Dat is toch een bokkie saai, toch? En weet je wat ik heel irritant vind? Dat vind ik aan alle vlogs. Is dat die mensen de hele dag zo vreselijk op zoek zijn naar content. En dat merk je dus. Dat je denkt, ja, je bent zo op zoek geweest naar content. En dan moet ik dan naar kijken. Zouden ze dan misschien expres doen? Wat, dit en aan en uit? Gaan. Ik denk dat ze... dat lijkt me niet, want het begint gênant te worden. Maar ik denk dat die relatieperikelen wel voer zijn voor weer wat vlogjes. Dat denk ik wel. Maar het punt is natuurlijk... Gio en Jade Anna waren een stetje. Ja. Toen gingen ze uit elkaar. Heel veel drama. Hele goede kijkcijfers. Daar heb je een punt natuurlijk. Toen gingen ze weer bij elkaar. Hebben wij ook gebracht. We hebben gebracht dat ze uit elkaar gingen. We hebben dat ze weer bij elkaar gingen ook gebracht. Wij brengen veel nieuwtjes. We hebben zelfs gebracht dat ze zwanger was. Daar zaten we er net even naast. Maar dat kwam omdat ze... ze was iets aangekomen. Ze was iets aangekomen. En dan zeg je dat. Ja, het zag eruit. Misschien is ze wel abortus gepleegd. Ik denk je dat never het know. Een abortus was. Ik denk dat ook een abortus was. Ja, omdat wij naar buiten brachten, was de lolletje eraf. Hebben ze gelijk weggezogen, ding is klaar. Ja. Enfin, en nu is het er opeens weer uit. Maar ik heb het gevoel dat men het ook wel een beetje zat is. Ja, de aan en uit. Nou ja, laten we even naar de beelden gaan kijken. Leuk. Ja. Ik heb dit niet helemaal niet gezien. Dit. Ga je weer huilen? Ik denk dat we allemaal kunnen raden hoe laat het is. Hé, Koentje. Een huisdier. Hé? Een huisdier. Ja, Koentje. Koentje de harige poes. Ach, kort is van hun samenkijken. Ja. Mooi. Ja. Dat is toeval. Die lagen er toevallig. Oh, kijk, daar zit zij al. Daar zit zij al de mascara. Uit te laten lopen. Nu zit ik in mijn eentje. Nee. Zitten we weer? Nee, niet doen. Je mag het. Nee. Je kan bijna je lachen niet houden. Ja. Jezus Christus. Maar dit is toch ook wel de ziekte van dagelijks vloggen. Dan zit je dan met je huilhoofd naast dat verwende rotkindje. Zitten we weer? Maar jij mag het zeggen en jij mag het zeggen. Wie gaat zeggen dat het uit is? Ja, want terwijl je dit natuurlijk al lang echt hebt besproken. Je moet alleen nog even voor het toneelspelletje doen. Ja, wat mij wel opvalt is dat net als vorige keer Gio verdrietiger overkomt dan Jade Anna. Dus Jade Anna zit alweer verder in de toekomst. Jij bent ook YouTuber. Wat vind jij hiervan als je dit zo ziet? Ja, ik snap niet dat je dit online zou gooien. Nee? Nee. Zijn kritische noten?
Ja, maar hou dat lekker privé, ja. Zou ik zeggen. Ja. Is mijn mening. Ja, nou ja. Maar ja, wie gaat er nou ook dagelijks vloggen? Ja. Of overweeg jij dat ook? Nee. Oh. Nee, maar het is natuurlijk wel, laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk wel een beetje een ziekte, een beeld. Het is natuurlijk wel monomanie, het is narcisme. Het verbaast me eigenlijk dat jij dit niet doet. Waarom volg je eigenlijk niet dagelijks? Dit is weggelegd voor mensen die zichzelf en hun leven heel interessant vinden. En of het zo is, maakt niet zoveel uit. Mm. Maar waarom doe je dit eigenlijk niet? Nou, ik wacht heel even mijn biografie af. En daarna, hoe dat valt. Ja, en als dat naar meer smaak, dan ga ik vloggen. Ja, misschien. Wil jij dan in mijn vlogs? Gezellig. Ja? Ja. Nou, ik ga serieus kijken. Ja. Ja. Nee, het leven van een bipolaire herdershond. Nee, dat lijkt me fantastisch. En wat wel, het scoort kennelijk als je uit elkaar gaat en weer iemand ontmoet. Ja, dat is wel leuk. Dan heb je elke week heb je 4 keer, 5 keer aan- en uitmomentjes. Dat is wel leuk. Ja, ja, ja. En je hebt een huisdier, want leeft hij nog? Ik heb, kijk, jij spreekt niet over jouw leeftijd, jouw school en alles. Ik spreek niet meer over mijn hond. Ja. Want de wet in de wandelgang zegt dat het niet goed voor een hond kon. Nou, je hebt live hier bij het voorstellen van het hondje hem een paar keer op zijn kop geslagen. Ja, dat is ook dat viel niet echt goed bij dierenliefhebbers. Nee. Ja, blijkbaar mag dierenmishandeling ook al niet meer. In dit land mag weinig nog. Nee hoor. Maar hoe is het met hem? Ja, gaat goed. Hoe heet hij ook alweer? Buddy. Buddy. En leeft hij nog bij jou? Ja, het gaat nog steeds goed. Oké. Okay, ik kan niet te veel zeggen. Of... Nee, dat snap ik. Dat was gewoon gedoe dat ze hem bouwden afpakken. Ja, dat is niet zo gek. Heb jij al een vriendinnetje? Nee. Nee? Ik ben druk bezig met filmen. Maar nooit een vriendinnetje gaan? Nee. Nog niet getonkt? Nou, als je vindt, dat kan, een beetje op die leeftijd. Ja. Nou, ik zou je vertellen, ome Jan die gaat jou geen voorlichting geven. Dat vind ik ook te vroeg. Maar pak het niet zo aan zoals ome Dennis. Want dan heb je heel vaak jeuk aan je pielemuis. Aha. Ja. Ome Dennis denkt dat, omdat hij van een bepaalde afkomst is, dat hij geen veilige seks nodig heeft. En dat... resulteert vaak in heel veel jeuk. Nee, maar ik moet wel eerlijk zeggen, toen ik jouw leeftijd had, had ik nog geen seks, maar ik had al wel een keer getonkt. Ja. Aha. Jan ook. Zeker. En ik had op jouw leeftijd een t-shirt onder mijn bed. Die kon je zo tegen de muur aan zetten en die kon je zo door de midden trappen. Dat was zo hard als een plank te doen. En toen vroeg mijn moeder op een dag of ik niet meer mijn neus wilde snuiten. En toen kreeg ik een knipoogje van hem, want die herkende die oude zaadgeur natuurlijk. Van uren afstand. Ik heb daar wel een wc-rol in bed. Ja, en dat niet alleen in bed, want de hele studio is dat hier vol met wc-rolletjes. Ik zit hier altijd na voor de montage. Ja, ja. Als je heel goed inhaal, heel goed concentreert, dan ruik je dat oude geronnen zaad van Dennis nog. Ruik je dat? Een beetje zultig? Diep. Heb je hem? En nu jij? Klein aroma. Ja, klein aroma. Ja. Nou ja, dat. Maar nooit gezoend? Nu zijn mijn zaak. Ja, dat weet ik. Maar ik ben benieuwd. Ik vind het fijn dat jij je privé houdt. Ja. Dat doe je goed. Ja. Nee, dat is niet nodig allemaal om te delen, toch? Toen ik 14 werd, zeg maar, mijn broer die was 15, toen werd hij ontmaagd en toen kreeg ik een sms'je van hem. Ik vind dat echt iets in jouw familie, dat je ontmaagd wordt door een hoer. Dat vind ik echt, dat je dan met die oude kaasboer, dat je, word ik je tijd, man, dat je genoeg. En dat je dan mee moet en dat die dan ook zo met zijn armen en chagrijnig komt met een checkie, zo 10 minuten voor het raam gaat staan te wachten tot zijn zoon klaar is. En dan, als je dan eruit komt, dat je dan een klap op je schouder zegt, nou, ben je eindelijk een man. En dan ga je bier drinken. Dat strontvolk, dat klopt, hè? Jawel. Nee. Nou. Nee, dat ging anders. Nee, mijn vader bemoeide zich daar niet mee, want die zat toen binnen in de scheiding. Oh ja. Daar kan ik ook nog wel een boekje over. Nee, doe maar niet. Ging die op zijn moeder, verschrikkelijk. Maar nee, die zei toen tegen mij, ik was 14 toen ik het voor het eerst deed. Dus ik zou heel trots zijn op jou als jij het eerder doet dan ik. Want ik ben toen bijna 14. En toen wou hij inderdaad een vrouw voor mij regelen. Ja. Boeken.
Ja, nou ja, wil ik niet regelen. Vrij normaal om voor je 13-jarige kind een hoer te bestellen. Nou ja, dat is vrij normaal. Hij was dan heel, hij had die dan waarschijnlijk van kinky.nl gehad. Oh, zo'n amateur. Tante Alia uit de Geleenstraat. Ja, ja. Die doet het voor 2 tientjes. Ja, precies. Ja, maar, je hoeft de rest van je leven niet meer trouwens. Dat is dan een verschrikkelijke ontknaping. Nee, je moet een feestje maken van je onmaagding hoor, Bender. Ja. Nee, want anders dan blijft de rest van je leven bij. Ja. Ja. Ben je geïnteresseerd in mijn eerste keer? Vertel. Dat was op een Nappa lederen bank. Nappa? Ja, dat is nepleder. Ah. Dus dan krijg je zo'n zweetnaad. Oké. Okay. En dat was Michelle. Ah. En Michelle, die had niet verteld dat de moeder thuis was. Die kwam dus naar beneden. Dat lag de eerste keer tussen 2 dijen. Het was verschrikkelijk. Ik schrok met helemaal de tering. Dus dat, sindsdien heb ik een soort paranoia opgebouwd. Op het moment dat ik op een vrouw lig, kijk dat om me heen. Nou ja. En hoe oud was je toen? 28. Ja, ik geloof het ook nog bij jou. Ja. Ja, nou ja, goed. Nou ja, goed. Zullen we maar verder gaan hier? Oh ja, we hadden het over. Ja, ja, precies. Ja. Nou, het is duidelijk, denk ik. Proberen. Zijn we er toch achter gekomen dat het weer niet lukt? Oh, de kut. Nou, wacht even, pak even een doekje, want dit gaat niet goed. Het bekende doekje. Ik wil allereerst beginnen dat we geen ruzie hebben. En we heel veel van elkaar houden. Maar, ja, we zijn er wel achter gekomen dat we echt een beetje vrienden kunnen blijven in plaats van. Ja. Kijk, en hier gaat het dus mis. Dat maak ik in mijn omgeving ook vaak mee. Dat een stel me uit elkaar gaat en dan zetten ze dan op Facebook. Dat vind ik wel zo schattig, Facebook. Dat zijn dus oude mensen dan. Ja, die plek waar jij jouw seizoenskaart van Ajax te koop hebt gezet. Je vindt het gek. Ja, nou ja, goed. Maar ik ben ook oud. Ja, ja, ja. Ik mag ook nog Facebook gebruiken. En dan zetten ze op Facebook, ondanks dat we vrienden voor het leven zijn. Heel mooi. Ondanks dat we ontzettend veel van elkaar houden. Echt hartstikke gek zijn op elkaar en op onze kinderen, hebben we besloten per direct uit elkaar te gaan. Dan denk ik, als het nou allemaal zo koekerij is, waarom ga je dan uit elkaar? Ik begrijp ook wel dat je niet op Facebook zegt, we gaan uit elkaar, want de wijf heeft een ongelooflijke ruftende zure sloot en hij gaat al jaren vreemd met de buurman. Begrijp ik ook wel dat je niet de vuile was volledig laat wapperen, hè, Bender? Maar het is natuurlijk een leugen om uit elkaar te gaan als het nou zo godverdomme zo goed en gezellig was. Ik kan toch ook niet zeggen dat mijn scheiding op het hoogtepunt van mijn relatie kwam. Dat je denkt, oh, het is zo leuk. Het is zo leuk met een wijf. We gaan uit elkaar, we gaan scheiden. Kunnen we eindelijk dat huis verkopen wat onder water staat. Hè? Kijk, dat tyfus wijf geld meegeven. Heerlijk. Zo'n soort kroontje op ons huwelijk. Nee, dan heb je natuurlijk al ruzie. Ja, je merkt dat dit veel woede bij me opricht. Nou, niet. Want Jan ging naar hotels met zijn huidige vriendin. Dat is ook niet helemaal waar. Dat is wel waar. Niet alleen met mijn huidige vriendin. Oh. Ja, de pony moet grazen, hè? Ja, ja, ja. En thuis was het grasmatje nou niet echt goed beneveld. Snap je wat ik bedoel? Ja. Hoi. Nou, dat grasmaatje werd niet goed bijgehouden. Maar zou zij nou binnenkort naar een andere YouTuber gaan? Ah, je wil jezelf aanbieden. Nee, ja, nee, je hebt gelijk, maar jongen, pak de camera. Net als die Hieltje Tieleman. Of wil je die niet? Die is ook vrijgezel. Nee, heb jij nog nooit een YouTuber gezien waar je denkt, die wil ik? Nou, als je maar... Bender, we gaan het niet ordinair maken, want het is een netprogramma. Ja. Maar als je nou mag kiezen tussen Jaar de Anna... of Hieltje Tielemans een likje geven. Ja, maar dat is... Wie vind je de krachtig? Allemaal van die dat is toch geen status. Nee, maar het gaat allemaal naar... Oeh. Nee, maar dat gaat allemaal weer naar een andere YouTuber. En dat ja, maar springt goed. Over. En, maar die zijn toch ook... Maar wie vind je de knapste? Ja. Ja, dat vind ik een dilemma. Ik vind het moeilijk. Vriend, als je op mannen valt, zeg gewoon ik blieft Gio. Nee, dat kan niks. Dat kan niks. Nee. Of Floris. Floris Weijers. Nee, niks voor mij. Nee, maar Floris had die eerste keer en die wou toen niet vertellen of die op jongens of meisjes viel. Durf je dat al te zeggen? Nee, ik val wel op vrouwen. Oké, okay. Op vrouwen al? Ja, vrouwelijke geslacht. Ja, precies. Maar in meisjesvorm nog.
Het is wel heel raar dat je toch altijd heel graag met mensen wil bespreken of ze homo zijn, ja of nee. Als je zelf iets wilt vertellen, pak gewoon je momentje, maar laat die jongen met rust. Godsamme kraak. Nou ja, goed. Enfin, ga het even niet over. Jammer dat je geen keuze maakt. Maar kies jij ook maar voor Jade Anna en dan, okay, dan heb ik jullie voor mezelf. Dan ga ik wel mee met Jade Anna. Top. Ja. Een trio. Maar, high five. Yes. Even. We komen eraan. Hè? Wil jij voor of achter? Sluiten we dan wel. Ja, ja, precies. Even het, je kan wat het doe gewoon... Doe je af en toe hey, kop of munt. Bij een towerbridge. Poep. Kop of munt. Hoppadee. Spitroost. Ja, kop. Nou, met kop krijg je de kop. Met munt krijg je de kunt. Oké. Okay. Ja. Zo verder gaan we met Jo en Jalo. Ja, goed idee. Goed idee. Ja. Ik word een beetje zweterig van. Jij ook? Ik heb wel klamme handen. Ja, ik ook. Ze zijn gewoon eigenlijk te goede vrienden. Om... Dag. Ja. Een relatie te kunnen hebben. Dat is dus te goede vrienden om een relatie te kunnen hebben. Dat is bijzonder. Ik kan ook dat is een stom gelul noemen dat in Noord-Holland. Hier misschien wel de factor ben dat ik... ik moet even pauze. Dat ik de liefde die jij mij geeft misschien niet altijd teruggeef. Ja, oh. En dat verdien jij wel. Jezus Christus. Die Gio, die zit er wel voor lul. Ja, die zit wel voor lul. Want nu verandert de zaak. Wij horen, na dat hele verhaal, want we zijn goede vrienden. En we zijn helemaal, eigenlijk zijn we te goede vrienden. En het is helemaal geweldig. Nu komt de monkey out of the sleeve. Oftewel, OJ uit de mouw. Want zij geeft hem te weinig liefde. Want hij geeft haar meer liefde dan... Dus zij is op hem uitgekeken. Ja, en dat is verschrikkelijk, want dan ga je als man wel echt af. Want je hoort als man dominant, sterk en de basis zijn in een relatie. En dat is hem niet gelukt. Dat is belangrijk, hè? Geef ik jou nu al mee. Als je ooit een relatie krijgt met een vrouw, zorg dat jij de leiding hebt. Jij bent de man, jij bent superieur. Knal. Steek hem in mijn broekzak. Heel goed. Precies. Ja, Dennis komt uit eigenlijk uit 1600. Die is hier via de teleporteermachine heen gebracht. En daarom is hij ook een beetje de weg kwijt. Nee, maar dat is het ergste wat je als man kunt hebben. Ja, alleen ik zou het ook niet online gooien. Ik voel me echt zo'n sukkel dat er gewoon weer zo zit. Ja, maar daar ben je ook, maat. Ze zit ook zo'n beetje nog aan. Dat hoort bij het leven, denk ik. Dat hoort erbij als je alle fucking shit filmt. Ja, ik denk dat we dit niet te lang moeten laten afmaken. Oh. Ik denk dat het duidelijk is. Ik vond het best lang duren al, maar... Supergoeie matties. Supergoeie matties. Ja, ik... ik wil gewoon wel nog even zeggen dat ik jou echt... heel de wereld gun. Ach, daar begint het hoor. Sowieso. Ja. Maar helaas... zijn we dat niet voor elkaar? Ik denk dat ik je echt gewoon mijn beste vriend kan doen. Oh. Oh. Ja. Friendzoned. Oh. Daar ga je. Mooi, oh. Mooi, mooi, mooi. Beste vriend. Oh. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Dat je elkaar complimenten maakt en dan zegt van ja, maar we kunnen niks met elkaar verder. Ja, dat is verschrikkelijk. Gio en Jade Anna, ik wens jullie veel succes verder in je leven. Of... is er misschien iets anders? Is er misschien iets anders? Ja, dat klopt. Hoe weet je dat? Dat hoor je. Ach, kijk, wat goed voor jou. Want ineens kwam vandaag plaatste Yvonne het bericht. Yvonne Kolbeweijer, als die het plaatst, is het waar. Het kletsverhaaltje dat rondging over Jade niet meer verliefd genoeg was op Gio, geloofde ze al niet. Maar ze heeft heel groot nieuws. Heb je dat al gelezen? Nee. Nou, is voor jou ook nieuws. Ja, want Gio heeft zich flink misdragen. Hij is vorige week vreemd gegaan met OnlyFans-meid Emma. Emma. God, waar kennen we die toch van? En die kennen wij. God, waar kennen we die toch van? Ken je die ook? Welke MDMA? Ken je die? Daar heb je wel eens een filmpje van gezien, of niet? Nee. Nou, dan mis je wel wat. Ik ga je straks laten zien. Oké. Okay. Ik ben benieuwd. Ja, maar uiteindelijk blijkt ze... het zou Gio samen met een vriend Alex... een trio met haar hebben gehad. Althans geprobeerd, want Gio was zo dronken... dat het niet lukte. Daarna moest hij huilen, omdat hij zich schuldig voelde. Toen is hij midden in de nacht naar Jade gegaan. En die heeft het toen opgebiecht... en zij heeft het toen uitgemaakt. Zo, dat is dus heftig. Wacht even, de Jade Anna zegt dus net in het filmpje met Gio. Ja, hoor eens, we zijn allerbeste vrienden, maar ik kan niet de beste liefde aan jou geven die je mij geeft. Maar wat blijkt nou? Gio, die heeft gewoon naast het potje gepist. En niet zomaar even, via een mislukte trio,
Met MDMA. Ja, precies. Nou ja, en toen heb ik eerst de Gio bericht van is dit waar? Ja, want je kan wel zeggen dat wij geen journalistiek programma zijn, maar we hebben altijd hoor en wederhoor. Ja, hoor en wederhoor. Hoor en hoor en wederhoor. Klinkklare onzin, zei hij. Klinkklare onzin. Die ontkent. Absoluut ja, niet ontrio. Waar. En toen kreeg ik vandaag bericht om 11:50 van MDMA op WhatsApp. Ja, en piep, die zegt, piep. Yo, jullie hebben vast het bericht van Yvonne wel gezien, of Gio en mij. Ja. Hebben jullie opnames? Ja. En zij wou de waarheid vertellen. De waarheid. De waarheid vertellen. Dus toen heb ik haar gebeld. En nou, toen is het wat moeilijk. En uiteindelijk zei ze, ik ga toch niet de waarheid vertellen. Godverdomme. Maar wat ze wel erkende in dat voorgesprek. Ik zeg, is er dan niks gebeurd? Ga je alles ontkennen? Nee, ik ga niet ontkennen. Er is wel wat gebeurd. Oh. Dat heeft ze al ontkend. Dus er is fysiek... Ze had het over een vriendin van haar. Dus er is fysiek contact geweest met Gio en haar. Maar wat er precies is gebeurd... Ja, het heeft ze uiteindelijk weer teruggetrokken, zoals Emma zich altijd terugtrekt. Ja, dat is een beetje jammer. MDMA, ik vind het jammer dat je onbetrouwbaar blijkt. Want iedere keer zou je komen en dan kom je niet. Ja, wat wil jij ervan zeggen, jongen? Nou ja, niet veel, hè? Goed, en dan gaan we naar Sander Schubbelpennink. Oh. Die is vader geworden. Van harte gefeliciteerd, ja, namens de hele Rolpraat-redactie. Ja, die is vader geworden en de baby heet Hemma. Hemma? Hemma. Dat is echt een hele stomme naam. Ja. Hemma. Ja. Hemma Schimmelpennink. Ja, maar ja, goed, hij heeft natuurlijk Lotta. Lotta? Ja, Lotta is zijn vriendin. Jezus. Uit Zweden. Lotta en Hemma. Ja. Nou, dat lijkt wel godverdomme twee IKEA-kasten. De hoekkast Lotta. En het wandmeubel. Hemma. Hemma. Ja. Verschrikkelijk. Hij is ondertussen een vriend van mij. Ik en Sander hebben regelmatig app-contact. Ja, dat is toch echt bizar. Dat vind ik echt bizar. Dat is echt een van de meest nare mensen in Nederland die ik ken. En dan ben jij er bevriend mee. Dat is heel raar. Ik heb een belafspraak met Sander. Nu? Ja, nu. En kunnen we even met... Wat is er? Vind je dat, hij zei een quoteje over de baby en jullie show. En toen dacht ik van, nou ja... Ik ga vertellen over zijn baby. Over Hemma. Ja, ah. ja, maar hij wil niet meer met Jan praten. Oh. Hij vindt Jan geen leuke man, een man met fascistische trekjes. Wat? Ik denk niet dat hij opneemt. Nee, dat is wel jammer. Ja, Sander met Dennis Schouten. Hallo. Met wie? Met Dennis. Dennis wie? Schouten. Oh, Dennis, hi. Ja, het is weer dinsdag en we willen jou toch feliciteren met jouw vaderschap. Ja, dat is heel lief, maar ik ga niet meer met jullie bellen, jongens. Oh, ik dacht dat je ondertussen een vriend van de show was. Nee, dat ben ik zeker niet. Oh, maar je neemt wel op. Ik neem wel op, ja, ik moet jouw nummer opslaan, want dan kan ik je tenminste wegdrukken. Het is zo dom dat ik dat nog niet heb gedaan. Oh, maar ik vertelde net, heel trots, vriend van de show, hè, leuk, allemaal leuk. En we gaan hem nu feliciteren. Dus dan probeer ik positief op te bouwen en dan dit. Ja, nee, dat is heel aardig. Maar ik verwacht even een andere telefoontje, daarom nam ik op. Van, een telefoontje van Welmoed Zeitsma, toevallig? Ja. Nee, zeker niet. En, we zijn nu bij de affaire. Kun je daar ook iets over kwijt? Jongens, jullie doen je best, maar... Wel moet zij het, maar wel lekker wijf. Het zal wel zonder mij moeten. Kun je de affaire dan wel ontkennen? Ah. De affaire ontkennen. Hij ontkent het niet. Ja, nee, ja. Hij ontkent het. Je had hem mooi bij zijn pik. Ja. Pikkie. Ja. Die kleine smerige graaf. Ja. Ongelooflijk. Is dit een scoop? Dit is een... Snel ophangen. Maar ik moet eerlijk zeggen, Dennis... dat ik heel even dacht dat je echt mijn vriend met hem was geworden. Ja. Maar hij blijft gewoon net zo'n hekel aan jou als aan mij. Ja, nou, dat is wel lekker. Maar hij ontkent het niet. Dus hij ontkent het niet. Nee, want de affaire, want toen Hemma zeg maar, de schede van Lotta zeg maar, voorbij ging... bijna op hetzelfde moment ging het geslacht van Sander Schimmelpennink... de schede van Welmoed Zeitsma binnen. Want hij naaide zijn co-host bij Op1... Welma Zeitsma. En dan vraag je af, wie is je Welma Zeitsma? Nou, Welmoed. Welmoed. dat is het meisje van het jeugdjournaal. En van Op1. Ja, maar vroeger van het jeugdjournaal. En dat zag eruit als een heel lief meisje. Ja. En die schijnt ook gewoon met iedereen alles te wippen. Ook met gebonden mannen. Ik noem dat een beetje het maansyndroom. Maan was mijn oude oppas. Maar zo'n lief meisje. Die doet het ook met alles en iedereen. Ja. En wat me opvalt, is dat het structureel niet met mij doen. Nee. Nee. Nee, dat is toch jammer. Ja, nee. Maar die Sander Schimmelpennink die gaat
structureel vreemd. Kan je zeggen, daar vind ik wat van, want het is een hele nare man. Dat klopt ook dat het een nare man is. Aan de andere kant, zijn vrouw woont in Zweden. Wat zou jij doen als je vrouw in Zweden woont en jij loopt hier in Nederland rond? Laat je toch ook je pony in vergrazen bij de buurman of buurvrouw? Ja, of niet? Of bij Welmoed. Oh, bij Welmoed. Precies, bij Welmoed. En Sander, mijn vriend, dat hoorde je net, die wil dat niet ontkrachten. Jammer. Ja, maar direct naar de geboorte waren er wel reacties op onze site. We gaan weer erom naar de... commands. Ja, en dan nu mensen, de commands. Come on, Saba. Kom, zie, kom, zie, kom, zie, kom, Saba. Yes, en daar reageerde Floris Wijs op. En die zei... toen dat varken nog een embryo was, is het al gehersenspoeld. De tip van mij luidt, sabreer het nu nog kan. Ja, nou toppie. Ja. En bedoelt ze dat babyhoofdje toch? Ja, ik vind het verschrikkelijk. Je vindt hem leuk, hè? Ja, origineel gevonden. Ja. En ook goed nieuws voor de liefhebbers. Als het mis zit, is hij hier volgende week. Floris? Ja. Ah, maar dat is toch wel hallucinant, laat eerlijk zijn. Dat die man gewoon weer de gas komt. Daar hebben we toch wel zo'n diepgravende ruzie mee gehad. Met allemaal zijn dirt en sleaze. Wat we over hem naar buiten hebben gebracht. Ja. En hij ook wel een beetje over ons. Ja. We hebben liever gezegd, wij hebben hem uit de kast getrokken. Terwijl het allerlaatste wat hij wilde toegeven was dat hij van Potenstein was. Nou, we hebben toch een zootje smerigheid over die man. En nu wil hij weer bevriend zijn. Dat is toch heel raar. Het zou me niet verbazen als Floris deze uitzending ziet dat hij jou een berichtje stuurt. Of jij misschien een geil spuitfilmpje voor hem hebt. Dat vlucht hij ook een andere jonge knaapjes. Ja. Nou ja. Misschien kun je hem al alvast beantwoorden. Nee. Oh. Nee, gaat niet gebeuren, Floortje. Gaan we door. Gaan we naar een oude vriendin van de show, Jan. Toch. Gaan we naar... Patty. Patty. Ja, en Patty deelt een verontrustende foto, Jan. Ja, godverdomme, wat is er met Patty aan de hand? Kijk, Patty is natuurlijk een beetje, dat is een ingestort gebakje, kan je het niet meer noemen. Patty is een veenlijk opgegraven en dat ze die toevallig in de regen hebben laten staan en dat toen is gaan schimmelen. Maar Patty, en Patty deelt dat op Instagram ook van die filmpjes van haar, met van die mega Barbie filters. Ja, alles wordt dan een beetje een soort verknappe vrouw. En zo ziet Patty er dus in het echt uit. Wat is er met Patty aan de hand? Want Patty ziet eruit zoals Dennis eruit zag toen hij net een Tia had gekregen. Dennis, jij als Tia Maria specialist. Wat is er met Patty aan de hand? Nee, het lijkt mij een duidelijk geval dat het geen Tia is. Hoezo? Ja, ik weet het niet. Dan krijgt er ook een hang oog, hang mond, een hoofd. Ja, nee, ja, dat is wel waar. We hebben het ook aan de kijkers op roddelpraat.nl gevraagd. Die dachten aan een boeka. Ja, dat stond er. Ja. Weet jij wat het is? Nee. Boeka. Dat is een Japans gerecht. Laten we zo zeggen. Een soort Japanse soep. Mogen we dat uitleggen? Lauwwarm. Lauwwarme soep. Nee, dat leggen we niet uit. Leg niet maar. Nee, dat maar niet, Dennis. Het wordt steeds viezer. Als je gaat het toch een jongen van 14 jaar uitleggen. Laten we het jou zo zeggen. Japanners doen vreemde dingen. Ja, breng mij terug weer naar disco zwemmen. Nee. Een boekakken is wanneer... Nee, doe maar niet. Meerdere mannen... Nee. Hun behoefte doen over dezelfde vrouw. Ah. Ja. Behoefte doen? Ja, toch. Dat is Nee, ja, op seksueel vlak. Dus dat ze dan... Ja, maar je bent zo vieze man. Je behoefte doen is dat je gaat zitten kleien, ouwe. Nee. Het is toch niet dat je over een Japanse vrouw gaat zitten schijten met z'n allen? Je blaft gewoon die vrouw, die saus die helemaal onder. Het lijkt net of je een pak yoghurt over de kop hebt uitgespannen. Maar dat heeft wel niks met je behoefte te doen. Ja. Ongelooflijk smeerlap. Maar goed, dat is ook een vorm van behoefte. Het is net of een bouffier een bakje yoghurt heeft gegeten. Zo ziet het er een beetje uit. Ja. Maar dat heeft je behoefte te doen, dan zit je te poepen. Dat is weer iets anders. Jij vroeg naar mijn ervaring of dit een tier was. Jij hebt ooit een ervaring gehad met een soort van boeka. Zag ik op een personeelsfeestje van Poont, waar de Telegraaf haalde. Lijkt dit op een vrouw die aan een boeka heeft gedaan? Ja. Zou heel goed kunnen. Ja, onderzoek gesloten. Dus pinky eye noemen ze dat. Pinky eye. Nee, dat krijg je dus wel als iemand die een behoefte doet op je gezicht, volgens mij. Pinky eye. Toch? Wat is een pinky eye dan? Ja, dat is dat je oog helemaal kapot is. Van? Ja, dat schijnt toch van uitwerpselen te zijn of zo. Maar dan schijnt er iemand op je gezicht? Ja, ik weet het niet. Ik doe het niet. Ja, ik weet niet of we hier nou aan moeten beginnen. Maar dat is eigenlijk... Pinky eye krijg je dus van, zeg maar, van een...
van... Misschien een kleine boek. Misschien een one-man boek. Daar kan je een pinky eye van krijgen. Oh, dan heb je het in je oor gekregen. Ja. Nou, dan moet je naar een taboe doorbrekend programma. Ook voor jouw leeftijdsgenootjes. Ah. Hè? Die het dan niet weten, dan... Ja. Oké. Okay. Ja. Dan stuur ik ze door naar hier. Ja, zo is het. Precies. Nou ja, nu kun jij op school eens een keer zeggen van... Hé, juffrouw, bent u wel eens betrokken geweest bij een boek? Ja. Patty wel. Ja. Maar bij biologie. Bij biologie. Hartstikke leuk. Gaan we naar de reclame, Jan. Leuk. Reclameblokje. En dan het commerciële praatje, Jan. Het commerciële praatje. Jullie vroegen erom en daar is hij dan. Naast ons zit Bender. Ah, daar is hij, Bender. En ja. Ja, maak maar even reclame voor jezelf, Bender. Nou, je kan mij volgen op YouTube, Bender of Benderbij. En je kan me steunen op backme.org/Bender. Ja, en u kunt ook ons steunen op roddelpraat.backme.org, want daar... Nou ja, deze week in de extra op Bender. Ja, daar zit hij ook weer bij, hoor. Ja, zit hij ook weer bij. Steun ons op roddelpraat.backme.org. 5 eurotjes per maand kunnen we dit prachtige programma maken. Steun ook Bender op zijn Backme. En steun iedereen die je wil steunen. Nou ja, hoeft ook niet. Nee. Maar steun ons in ieder geval. En Bender. Ja, ja. Of, en dan moest ik nog reclame van, maar hij appte heel dit. Mr. Wheels, ja. Ach, dat gezeik. Ja, dat is dus, Floris Wijs, daar horen we dus helemaal niks van. Nou, alleen maar negativiteit. Hij komt en nu wil hij weer vrienden worden volgende week. Want hij wil eigenlijk gewoon weer een promootje voor zijn, ja, het kansloze kanaaltje Mr. Wheels. Volg jij Mr. Wheels? Nee. Nee, niemand. Ben je niet van gehoord. Ben jij fan van Floris? Wel eens een filmpje gekeken van Floris. Ik moest van Floris vragen of hij bij jou een house tour mag doen. Dat ga ik vriendelijk afwijzen, Floris. Ach, jammer. Ja. Nou ja. Wat Floris doet ook heel vaak na de tijd, als hij dan weer ongeschikt, gaat hij daarna in de jacuzzi zitten. Ja. Dus kun je in de jacuzzi met Floris. Nee, dat bedoel ik allemaal niet met oma Floris. Nee. Nee. Nou, in ieder geval hartstikke mooi. Trouwens, als je een jacuzzi hebt, dan vreet die stroom. Vreet die stroom of jacuzzi? Verschrikkelijk. Oh, verschrikkelijk. Die vreet vreselijk stroom. En dan kan je het beste iets op je dak hebben. Namelijk... zonnepanelen. En dat kan via Jan en Dennis zonenergie.nl. Hebben jullie al zonnepanelen thuis? Ik niet. Maar je ouders? Nee. Denk er eens over na. Ja. Bij Jan en Dennis zonenergie.nl. Want dan kan je prachtige voordelige zonnepanelen krijgen. En die liggen binnen heel veel dagen, maar niet heel veel weken. Namelijk een week of drie. Binnen drie weken op je dak. Of en geld in het zakkie. Want je houdt enorm veel poen over bij Jan en Dennis zonne-energie voor de zonnepaneeltjes. En als je denkt van ik ben het een beetje zat om te liggen zweten tegen die partner van Jan. Neem een airco'tje. Ja, heel mooi gezegd. En dan gaan we naar het afbouwcollectief.com. Het allerbeste afbouwcollectief van Nederland. Voor de herbouw, verbouw, oudbouw, doorbouw. Alles doen ze. Laat ik spuiten, stukken, de hele duvel. En ze houden moer. Ja, doe jij de aanbiedingen dit keer? Ja, dat is hartstikke leuk. De aanbiedingen deze week van buitenstukken van wanden. Dat is dus ja, het stukken van wanden van buiten, ja. Dat is maar van €95 de vierkante meter voor... 80 euro over de vierkante meter. Wil je een nieuwe badkamer? En wie wil dan geen nieuwe badkamer? Wil je een nieuwe badkamer? Ja. Ja. Voor maar €5000. Tenminste, vanaf €5000. Een splinternieuwe badkamer. En dan kan je lekker douchen. Dat is ook wel een keer leuk. Stukken van wanden. 19,50 per vierkante meter. Voor maar 14,50 de vierkante meter. Dat is niks. Dat is goedkoop. Dat is niet veel. Dat is niet veel. Nee, zeker. En je kan natuurlijk... En dit is mij een beetje te klein. Wat staat hier? Godverdomme. Latex spuiten. Een soort verfboek. En dat is voor ja, dat kan ik niet zien. Vanaf. 12 euro voor 8 euro per vierkante meter. 8 euro de vierkante meter laten spuiten. Dat is geen geld bij het afbouwcollectief. Binnenkort kunnen wij ook wel eens een keer een eigen boekhaken organiseren met vet. Oh, dat is misschien ook wel leuk. Ja. De acties zijn geldig in heel september 2023. En dat is op dit moment. Ja, dat is ook wel waar. Ja, helemaal mooi. En dan het warmtepompcollectief.nl. Oh. Een warmtepomp. Weet je wat het is? Zo'n voor je gas. Ja, hartstikke goed. De EU heeft al een hybride warmtepomp in huis hangen voor slechts €3750. Maar door het teruggraven van de overheid ja. Gaan we naar €2400.
Nee, die krijg je terug. En dan blijft het uiteindelijk over 1350 euro. Dat is geen geld voor een warmtepomp. Nee. Dat is geen geld voor een warmtepomp. Binnen dag al geïnstalleerd. Gratis offerte via warmtepompencollectief.nl. Nog meer praatjes over subsidie kunnen we... Ja. Ze zijn allemaal leverbaar uit de voorraad. Ja, dat komt er allemaal niet meer helemaal geweldig uit. En binnen 2 weken installeren. 15 jaar fabrieksgarantie. 100% warmtegarantie. Dat is toch helemaal geweldig. Op warmtepompencollectief.nl. Ik zou zeggen... Doen. Ja, en dan nog heel even een disclaimer vanuit juridisch oogpunt. Ik heb komende maandag mijn rechtszaak te Dordrecht. Ik moet een nadrukkelijke oproep doen van Johan Pieters. Kom niet om 1:30 naar de rechtbank. Absoluut niet komen. Niet komen, want dat mag niet. Want nee. De gedaagde... Ja, die wil het niet. En dat het toevallig om 1:30 in Dordrecht is, betekent niet omdat je nu weet waar het is... En hoe laat dat je daar moet komen. Want dat willen we absoluut niet. Nee, het is een openbare zitting, maar mag niet komen. Ik mag ook niet verklappen welke artiesten er gaan optreden. Want omdat die komen het... en niet. Die komen misschien niet. Een kleine mystery guest. Mogen we niks over zeggen. 1:30 Dordrecht ben je in de zaak. Ik zou, pak een beetje tante Greet, om 1:30 al aanwezig zijn. En er is live verslag van de zaak op de site, zodat u niet hoeft te komen. Ja maar als je dan toch in de buurt bent van Dordrecht... Misschien een optreden van iemand. Maar we zeggen niet van wie. En een draaiorgel, toch? En een draaiorgel. En geen draaiorgel. Nee, echt niet? Nee. Wil je nog wat zeggen? Popcorn. Popcornkraam. Allemaal niet. Maar goed, dan komt nu eigenlijk de allergrootste scoop die we hebben. Een oude vriend van vroeger. Jan, laat me maar eerst de scoop verkondigen. We hebben een scoop! Scoop! Ja, en dan ik zie vonkjes. Ja, ben je er weer? Ja. En dan eigenlijk al een jaar niet meer besproken, maar hij is helemaal terug. We gaan naar Rogier! Oh, leuk! Eindelijk, dat is lang geleden. Ja, dat is echt heel lang geleden. Ken je Rogier? Ja, die van... Leuk! Leuk! Oh, wat is dat lang geleden, zeg. Ja. Oh, Frank. Ik heb hem gemist. Ja wat Rogier, is er met Rogiertje? Rogier natuurlijk bekend van Paleis voor een prikkie. Zeker. En was natuurlijk altijd de beste vriend van Lily. Long Leg Lily? Ja. Nee, Lily Putty. Ja, precies. Ja. Dus, maar ja, ook die zijn geen vrienden meer, want Lily mocht niet meer met hem omgaan van Wilfred. Want Wilfred vond hem een idioot. Daar wil Wilfred dan wel een mogelijk puntje. Ja. Ga door. Ja, maar Rogier is helemaal terug. Want wat zagen wij op de Facebookpagina van familiecamping De Kleine Wielen. Ja. Vanavond is er weer bingo bij ons in de kantine. Ja, vanavond met medewerking van Rogier Smit. Ja, hoe mooi is dat? Hij is weer helemaal terug. Hé, hey, familiecamping De Kleine Wielen, waar is dat gesitueerd? In Leeuwarden. Dus Rogier zijn fame haalt nu bij het uitreiken van een leverworst bij de bingo op familiecamping De Kleine Wielen. Ja, dat lijkt het wel. Ga lekker Rogier een beetje carrière. Nou, hij woont daar. Hij woont op de camping? Ja, hij woont op de familiecamping. Oh! Ja, dus voor onderdak dan doet hij af en toe dingetjes daar. Och, maar wat een armoede. Ja, en zo zie je ook prachtige foto's van hoe Rogier de boel aan elkaar lult. En het publiek dat er zit. Dat is natuurlijk fantastisch. Jezus, wat is dit erg. Ja, dit is echt heel erg. Maar die man moet zich toch wel elke dag afvragen of hij nog wel wil blijven leven, toch? Moet je nou kijken, wat is dit? Dat is dit voor volk? Ja. Ah, zo ziet de kantine van een manege eruit. Een sfeertje. Dat zijn ook allemaal van die lelijke mensen. Ja. En dan staat hij dan, en hij praat dan aan... Nee, hij praat niet eens aan elkaar, want hier zit er een van de dikke troll met een microfoon. Ja. En hij pakt dan de nummertjes en zegt hij 62F, zegt hij dan. Ja. Wil je dat wat zeggen, lieve mensjes? Ik hoop dat het een leuke video was. En dat je hebt genoten. Mooi. En kijk de extra. Mooi. Mooi, heel mooi. En doneer. Mooi gezegd. Beetje mooi. Ja. Je komt er wel. Ja, je komt er wel. Ja. Bedankt voor je aanwezigheid, Bender. Dank je bent een groot talent. Een hartstikke leuke kerel. En voor je het weet,
ben je, net als ik, ook oud en uitgerangeerd. Ja, zo is het leven. Ja, laten we eerlijk zijn. Ja, 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 ik had ook een toekomst achter me, weet je. Maar, zo is het nou. Bedankt voor het kijken. En tot snel. Dag. Doe maar even zwaaien aan de mensen. Ja, dag.